Ja, Stan, doe maar die oefening. Heel goed, maar dit is een andere. Echt even loslaten. We horen je toch niet, dus je moet gewoon die oefening doen, dat is fijn. Okay. Zie je dat hij vlak voor de catch, dan zie je de knie wiebelen. Ja. En dan zit ik wel eens te tellen van hoe vaak doet hij dat nou sturen en hoe vaak naar bakboord. Zo overwegend naar zijn linkerkant. Ja. Ja, en het is omdat je ook vaak te laat plaatst dan en niet gecontroleerd is. Dus als je wat gecontroleerder naar voren beweegt, Stan, en wat eerder je bladen onder water laat gaan, dan ga je van het gewiebel af. Maar ik zag ook iets anders, je hebt je riemen niet op het uiteinde vast. Stan, riemen op het uiteinde vasthouden! Dus ook je riemen goed op het einde vasthouden. En qua ritme zie je dat je nogal gehaast naar voren gaat en nogal gehaast door het keerpunt achterheen gaat. Als je dat wat gecontroleerder doet, word je ook stabieler. En ook die armen die kunnen veel langer hangen, hè? Je kunt nog veel meer uit je rug halen. Stan, meer met je rug doen! Dus bij jou een beetje hetzelfde als bij Jelle, dat je je armen heel snel naar je toe trekt. En dat je dan op het einde van je haal eigenlijk nog een stuk rug over hebt. Terwijl je handen al bij je buik zijn. Probeer eerst je rug echt ver achterover te laten gaan. En als je rug alweer terug gaat, dan komen pas je armen naar je toe. Je ziet bij je armen vallen meteen. Ze buigen bijna meteen. Je moet niet trekken, je moet hangen. Sturen. Wel eens met een vastere hand gefilmd.